112. Bent u iets verloren of heeft u een voorwerp gevonden, neem dan contact op met uw gemeente. Voor informatie over het doen van aangifte of overige zaken kunt u kijken op onze website www.politie.nl. Goedenavond, politie. Spreekt Josje, wat kan ik voordoen? Ja, goeiedag. Ik wilde even een melding doen. Ja, waarvan? Er wordt vuurwerk afgestoken. Vuurwerk? Oh, ja. Vuurwerk? Is het siervuurwerk of knalvuurwerk? Wat zeg je? Is het siervuurwerk of is het knalvuurwerk? Knalvuurwerk, oh, ja. Oké. Okay. En wat is uw postcode en huisnummer? 6811. Ja? Hendrik Maria. Mm-hmm. Ja, Arnhem. Dus, Arnhem. Zo. En uw huisnummer? Ja, 3-3. 3-3. En waar wordt het vuurwerk afgestoken? Ik denk op het kerkplein. Okay. Ik vind het schandalig. Ze zijn nu weggehold. Ja. Maar het is de hele tijd bezig dat allerlei knulletjes knalvuurwerk afsteken om 11 uur 's avonds, 11:30 's avonds. Ik denk, is er een aanslag van ISIS? Maar ze zijn er dus nu niet meer, begrijp ik? Volgens mij zijn ze weggefietst, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik doe even de melding. Ik doe gewoon de melding, meer niet. Ja, maar u gaf ook aan dat het vaker gebeurt, begrijp ik. Ja, dat is de godganse tijd aan de hand. Nee. Regelmatig. Dat is weer knal. En voor mij maakt het niet zoveel uit, want ik ben een nachtmens en ik denk alleen maar, wat voor idioten zijn er nou weer bezig. Maar er zijn hier ook bejaarden en kleine kinderen. En hebben die er behoefte aan dat er om 11 uur 's nachts knal komt? Nee, begrijp ik. Wat zullen we doen? Ik kan samen met mijn buurman cameraatjes installeren. En dan kunnen we de jongens detecteren. En dan bellen we jullie. En dan oppakken. Ja, nou, er mogen geen camera's op de openbare weg geplaatst worden. Dus... Oké, dus dat gaat er niet in zitten. Okay. Nee. Ja. Maar u heeft het over regelmatig. En wat is regelmatig? Nou, toch 2-3 keer in de maand. 2-3 keer in de maand. En is er nog enigszins een patroon in te vinden of niet? Ja, als het donker is. Maar is het vaak in het weekend of maakt dat niet uit? Goeie, ik denk vaker in het weekend, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Ja. U had het over vanaf een uurtje of 10, hè? Ja, en dan gaan we lekker lollig lopen doen, ja. En dan vooral zo laat mogelijk door natuurlijk. Ja, man. En heeft u enig idee met hoeveel ze zijn ongeveer? Ja, wat ik dus dacht, ik weet het niet zeker. Maar ik ging op mijn balkon staan met mijn chagrijnige hoofd, want ik vind het ook niet leuk. Al de geknal, alsof ISIS hier naartoe aan het komen is. Hè? Ik ging op mijn balkon staan en ik zag een groepje staan. En eentje had nog een aansteker en toen brulde ik, hey, stelletje homo's. Maar ik heb een luide stem en toen zijn ze allemaal weggefietst. Ja. Dat ging om 8 personen, maar ik weet niet zeker of zij degene waren die dat vuurwerk hadden aangestoken. Maar ze stonden wel op het kerkplein. Okay. Ja. En vanaf wanneer is het al gaande? Is het ook al... Het is nu afgelopen. Ongeveer 3 minuten geleden zijn ze weggefietst. Ja, maar u gaf aan, het gebeurt ongeveer 2-3 keer in de maand. Vanaf wanneer speelt het dan al? Dat is al heel erg lang dat ik al die knallen hoor hier in de buurt. Nee, dat heb je het over 5 jaar of zo. Ja, het zijn kinderen. Dus hoeven van mij niet naar het schafot of zo. Maar ze moeten wel geleerd krijgen dat dat niet zomaar mag. Je mag niet zomaar in het centrum van een stad vuurwerk afsteken. Nee. Ze moeten minimaal een emmer water over zich heen krijgen. Nee. Toch? Ja, of ik doe het zelf wel. Dat kan ik niet doen, maar... ik maak maar een grapje. Ja. Nee, ik ga het doorgeven aan de collega's. Ja, geef het alleen maar door. Je hoeft me niet terug te bellen. Want ik snap ook wel dat er voor jullie moeilijk iets aan te doen is. Dat begrijp ik ook wel. Maar hij mag ons best wel meteen bellen hoor. Als we om 10 uur weer beginnen. Dan misschien kunnen ze dan nog... Ja, de volgende keer als ik eerder ben. Jullie zitten vlak in de buurt. Want jullie zitten op de Beekstraat, of niet? Ja, klopt. Ja, daar zit het bureau in ieder geval. De collega's zitten op straat, maar... Dat kost jullie 3 minuten. Dus als ik op tijd ben. Ja, dus bel ons gewoon... Meteen gaan is. Ja, dat ga ik doen. Hey, dag lieve schat, dank je wel voor het aannemen van de melding. Ja, graag gedaan hoor. Fijne avond nog.
Goedenacht, doei. Nou, die stond er mooi op. Ach, is toch leuk. En een mooie korte uitzending. De politie is je beste vriend. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik ga het niet op zijn hamburgers afscheid nemen, want het is veel te onserieus. Nou, stel dat je lullo's, die steken je vuurwerk af en dan doen ze de godganse tijd. Een beetje de stad lopen pesten. Ja, dat moeten ze vooral bij mij doen. Ik bel de politie. En dat ding op de Beekstraat, wat ik net aan de lijn had. Die zorgt er wel voor dat die jongens met die Volkswagen-auto's er op tijd zijn. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik hoop dat je erom gelachen hebt. En dat je de humor daarvan kan snappen. Dus het allerbelangrijkste aan humor is dat je toch blijft lachen. Tjus en dag lieverds.